De resultaten van het project Duurzaam Bosbeheer Suriname zijn gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in het Lennaroekgebouw in Paramaribo. Op de bijeenkomst deelden onderzoekers inzichten die bijdragen aan de betrokkenheid van lokale gemeenschappen bij duurzaam gebruik van het Surinaams bos. Dit praktijkgerichte onderzoek richtte zich op thema's als houtskoolproductie, voedselproductie, toerisme en de juridische en institutionele randvoorwaarden voor duurzaam bosbeheer. Ahmad Vrede, projectleider van Duurzaam Bosbeheer Suriname, zegt dat dit project gezien moet worden als een toevoeging op bestaande initiatieven. Dit project is ook een project daarom dat met 5 Surinaamse partners werkt. Ik heb het in eerdere interviews ook benadrukt. Het CELOS, Tropenbos, SBB, NATIN en het JSOC. En daarnaast ook 5 Nederlandse partners. En dat zijn de hogescholen in Holland. Van Hal Larenstein, we hebben ProBos, we hebben THPS en we hebben het bedrijfje Cambisol. En dan is het zo dus dat er de vele initiatieven die er al zijn, dat we daarop voortborduren. En dan is het project zodanig georganiseerd dat we 5 werkpakketten hebben. Het eerste werkpakket dat is, gaat over kennisontsluiting, omdat er een heleboel kennis is. Maar die kennis die er is, niet altijd de doelgroepen bereikt. Rudy van Kanten, directeur van Tropenbos, benadrukte dat in Suriname de nadruk bij gemeenschapsbossen vooral ligt op houtkap, terwijl er ook andere waardevolle producten in het bos aanwezig zijn. Bovendien wordt deze houtkap vaak beheerd door derden, wat niet de bedoeling is. Het is opgevallen dat vooral bij de inheemse dorpen dat men al wat training heeft doorlopen, zodat men meer in eigen hand kan nemen. Als je bijvoorbeeld je eigen bosinventarisatie doet, dan heb je een betere onderhandelingspositie. Al kan je vanwege gebrek aan financiële middelen nog niet alles doen. Dus je moet ook met anderen werken. Maar dan kan jij zeggen, kijk, dit is mijn bos, deze bomen zijn beschikbaar. Terwijl anderzijds, vroeger liet men de inventaris doen door de houtvester. Dan kom je in een nadelige positie. En los daarvan zijn er heel wat mogelijkheden. We hebben gezien dat vooral de transparantie is belangrijk. Soms is het zo dat mensen goed werk doen, maar als je niet een uitleg aan de ander wat je precies doet, je moet ook de cijfers wijzen, dan gaat men vanzelf denken dat iets niet goed gaat. Ook Nederlandse studenten die hebben bijgedragen aan dit onderzoek waren aanwezig en deelden vandaag hun inzichten. Beleidsmakers, NGO's en onderwijsinstellingen kregen de kans om in gesprek te gaan over de praktische toepassingen van de resultaten en hoe deze kunnen dienen als basis voor toekomstig onderzoek en beleid.